Dank u wel. Goedenavond. Vanavond valt mijn keus op een legendarische radio- en televisiemedewerker. Hij is 73 jaar en werkt nog volop, bijvoorbeeld bij radio. Zijn naam is Kees Schilperoort. Op een dag kwam hij hier in Hilversum een man in de straat tegen en die zei: "Goedemiddag, meneer Schil." Schil, Kees Schilperoort. Ik heet Kees Schilperoort. Zei die man: "Kan je nagaan hoe snel wij de radio uitzetten als je wordt aangekondigd?" We hebben zo eens om ons heen gevraagd: wat vinden jullie, mensen op straat, waar dan ook, van die Kees Schilperoort? Moet ik dat wel zeggen? Aardige man. Vreselijke vent is dat. Zo'n eigen ouwehoer is dat. Oh, leuke man op de radio altijd. Ja, oude zak, hè? De heel oude bekende van radio en tv. Ja, dat is die man met die oude rot in het vak, hè? Van de radio. Nachtprogramma. Laten we hem er maar bij halen. Hij is nu ruim 44 jaar op radio en 35 jaar bezig met allerlei televisiewerk. 73 zei ik al en hij werkt gewoon hard door. Kees Schilperoort. Toast. Leuk, hè, al die jonge mensen. Ja, waar al die vooraan zitten. Ja. Kees, wij beginnen dit programma. Het is de bedoeling dat er een portret ontstaat van jou. Zo. Met een serie foto's die zo chronologisch het leven van Kees Schilperoort bekijken. Ja. Dit is bijvoorbeeld je geboortehuis. Mijn geboortehuis, ja, op het Loo bij Apeldoorn. Is het een gewoon huis of een bijzonder huis? Nou, bijzonder. Het was een dienstwoning. Mijn vader was aan het Koninklijk Huis verbonden. Wat deed hij daar? Ja, dat is heel moeilijk. Dat moet ik zelf altijd weer uit mijn hoofd leren. Hij was rekenplichtig secretaris bij de intendance van het Koninklijk Paleis en Domein het Loo en de Koninklijke Orkestrij. Ja, dat is. En welke, ja, die heeft zo'n vader. En welke vorsten diende hij? Wilhelmina en Juliana. En zijn vader diende Willem III. Hoe? Hoe? Als veearts. Hey. En die moest iedere morgen, daar was hij in vaste dienst ook, hij had ook een praktijk. Ja. En dan moest hij iedere morgen de paarden van Willem III onder de staart gaan kijken of ze iets mankeerden. Oh ja? Ja. Ja. Dat heeft hij heel goed gedaan. Oh ja. Ze mankeerden niks? Niks. Nooit. Nee. En hoe noemde die man dat? Dat werk? Ik heb mijn grootvader nooit gekregen. Maar is dat nooit verteld, het verhaal, als peerden... Ja, de oude Schilperoort gaat de peerden onder de staart kieken, zei ze dan. Dit huis, wat betekende dit in je leven? Nou, daar heb ik 20 jaar gewoond. En dat heeft mijn vader in 1925 laten bouwen, want hij vond het op het Loo een beetje te stil. En dat heeft mijn vader laten bouwen met 1500 meter grond eromheen. En dat kostte in totaal 10.000 gulden. Ongelooflijk, hè? Ja. Je zei hij vond het Loo te stil. Hoe sprak hij nou eigenlijk over zijn werkgever, de Oranjes? Of werd er niet over gepraat? Jawel, jawel. Ja, nee, daar sprak hij heel gunstig over. Zij ook over hem trouwens. Ja, ja, ja. Maar positief, je mocht er niets van zeggen. Wel, nee, maar dat deed je in die tijd ook niet, hè? Nee. Dit is het kleine Schilperoortje. Ah, schattig jongetje. Ja. Ja, hier was ik 1 jaar. Ja. En hier? Hier was ik 1 jaar of 4. Toen... Een vrij lange jongen hier boven. Ja, en ik was toch helemaal niet zo lang. Nee. Ik zat in de voetbalclub is dit? Ah. De beroemde oude, een van de oudste voetbalclubs van het land, Robur et Velocitas. En wat speelde jij daarin dan? Midvoor, want toen hoefde ik weinig te lopen, want dan had ik me heel lang. Maar een echte midvoor moet echte midvoor, ik maakte wel doelpunten. Eerlijk waar? Ja, als ik vlak bij doel stond en ik kreeg zo'n bal op mijn schoen, dan ging die nu nog wel eens in. Hoe lang heb je gevoetbald? Nou, niet zo lang. Ik ben tot het A-elftal van de junioren doorgedrongen. Maar er waren in die tijd maar 3 elftallen. Ja. En toen was ik, geloof ik, 16 jaar. En toen moest ik naar dansles. En die vond ook, die dansles was ook op zaterdagmiddag. En het voetballen ook. En dat vond ik de grootste verschrikking in mijn leven eigenlijk. Als je nou over verdriet spreekt, dan was het dansles. Maar waarom? Omdat ik amuzikaal ben en geen maat kan houden. En ja, dan zaten we in de sociëteit in Apeldoorn, zaten we met jongens met een donkerblauw pakje aan naast elkaar en aan de andere kant zaten de dames.
En dan zei mevrouw Verhoeks uit Zutphen, daar hadden we dansles van, willen de heren een dame gaan vragen. En dan gleden wij naar de overkant om de mooiste meid eruit te halen. Maar die had dan altijd iets aan de rechterhoog of weet ik wat. Maar als ik kwam, dan was het, nee. En dat is mijn leven lang zo gebleven. Maar zou het aan jou gelegen hebben of aan de meid? Zoals je zei? Nee, aan mij, want ik kon niet dansen. Dus iedereen, ik was de schrik van Verhoeks, noemden ze mij. Ja. Waarom voetbalde jij in Apeldoorn niet in AGOVV? Ja, dat weet dat ik ook niet. Dat is de club van Apeldoorn. Ja, maar ja, Robo was zo zwak. En die stond daar meestal onderaan. Maar dat was wel een hele aardige club. En toen voetbalde ik daar. Ik denk, misschien kan ik ze nog wat versterken en bovenop brengen. Maar dat is me niet gelukt. Nee. Weet jij nog wat AGOVV betekent? Dat betekende vroeger Apeldoornse geheelonthouders voetbalvereniging. Dat is zeer juist. Ja. Maar zou het kunnen zijn dat je om die reden niet in die club mocht voetballen? Toen nog niet, maar nu was ik nooit donateur geworden. Maar nou, die... Vond je dat leuk om te doen? Ja, dat vond ik heel leuk. Ja, en hier zijn we dus bij Karel Willink en zo kwamen we in alle mogelijke, ja... musea en dergelijke dingen. En dat was, ik had er ook weinig verstand van. Ik moest ook iemand spelen die er weinig verstand van had. En dat kostte mij niet de minste moeite. Nee, nee. Maar je hebt toch op de HBS in Apeldoorn gezeten. Wist je toch wel iets van kunst? Nou, meer van literatuur. Maar kunst werd er helemaal niet onderwezen. Beeldende kunst werd beeldende niet, kunst, totaal niet. Nee. In dit programma zijn we bezig een portret van je te maken. En zelf ben je eigenlijk aan dat portret het meest bezig om eraan toe te voegen. We laten ook iemand altijd de loftrompet steken op de gast van die avond. Dat doet mooi. De man van een platenmaatschappij die enorm veel van jou houdt, Pim van der Kolk. Om toch een plaatsmaatschappij te vinden. Hij is uitgebracht, maar gelukkig heeft niemand het ooit gemerkt, geloof ik, dat hij aan de afrekeningen, moet je dat gezien hebben, Kees? Die waren, vielen tegen, hè, die afrekeningen, denk ik. Nou, daar kan ik je nog iets over vertellen. Maar mogen we het eerst even horen? Ja. Oh, hebben jullie me hier? Ja, ja, we vader hebben heeft een video. Daarom is hij zelf de show. Hij is de held van heel de straat met zijn geweldig apparaat. Vader heeft een video. De mensen zien te veel ellende achteruit. Nou, dan breng ik hem toch opnieuw uit. Hij kan opnieuw uitgebracht worden. Een remix. 1990 dan aan Erik de Zwart aanbieden. Begrijp je? De houseversie. Ja. Kom. Wie had die plaat nou eigenlijk gemaakt? Hoe kom je er zo gek om dat te doen? Ja, dat is een andere gek natuurlijk, dat is Chef Rademakers, onze producer die dit programma de wereld inzendt. Dacht ik het niet. En die zei tegen mij, weet je wat wij gaan doen? We gaan een carnavalskraker met jou maken. Ja. Ik zeg, nou, ik kan helemaal niet zingen. En hij zegt, jawel, Kloes van Mechelen heeft de muziek geschreven. En wij gaan daar dan en dan die avond naartoe. Nou, wij naar Kloes, die heeft een studio. En dan ben ik erachter gekomen. Als je 80 keer één regel zingt, dan is er altijd wel één keer van goed. Dat ze zeggen, dat is een goeie. Nou, en dat heb ik gedaan. En de plaat kwam uit en Chef zei op de heenweg tegen mij, ik heb eens even gerekend. Maar als die gaat lopen, je krijgt er geen cent voor, zei hij, want Kloes en ik betalen alles. Je krijgt alleen de royalties. Maar dan kom je toch, als die gaat lopen, op 20.000 gulden. Ik denk, nou, dat is mooi voor zo'n avondje zingen, hè. En op de terugweg zei hij, het is zo goed. Als hij nou nog met zo'n verzamelplaat gaat lopen, met André van Duin en Ria Valk, dan vang jij 30.000 gulden. Nou, ik heb nog maar niks gekocht, want ik denk, ik moet toch eerst maar even afwachten. Maar ik vond het wel leuk. En toen, in april, kreeg ik de afrekening van de royalties. 67 gulden en 69 cent. Toen zei ik dat tegen Chef en toen zei hij, val me toch een beetje tegen. Ja, zo gaat het in het vak. Ja, zo is het. Maar je lag er niet echt lang wakker van. Jij wist het toen al, dat het niks werd. Nou, ik heb gelijk gehad, achteraf. Gelukkig voor Kees toch eigenlijk. Maar nu is het weer leuk. Nu kan het weer wel vinden. Kees, we doen het. Kan het alleen en is dat verder te bespreken straks? Met de producer moet ik hem weer spreken. Zeker? Ja, zeker. Nou, maar ik ben inmiddels ook alweer een oudere man geworden. Ik garandeer je dat het deze keer 71,90 wordt. Nou, minstens. Daar gaan we toch vooruit. Willem van Kooten. Willem, bedankt. Kees, wij naderen het slot. Henry Goldsman, heb ik gezegd. De Amerikaans-Nederlandse karikaturist heeft ook jou... Ja. ...als karikatuur... moeten verwezenlijken. Hoeft hij niet verder te doen. Weet ik niet. Hij komt nu bij ons. Henry Goldsman.
Kijk eens even. Dag. Hoe ben je te werk gegaan om Kees Schildbrood te karikaturiseren? Nou, ik ben uitgegaan van foto's dus. Ik teken altijd van foto's, mijn karikaturen. En die wou ik eerst even laten zien. Ik heb dus hier een foto nummer 1 gemaakt. Daarvan heb ik dus langzamerhand ben ik daar u van gaan tekenen. En daar heb ik dus uiteindelijk een karikatuur. Dat heb ik dus zo gemaakt. Dus, oh, dat is geweldig. Ja. En wie was het moeilijk om hem te maken? Nou, ik heb in feite... Want je hebt wel een heleboel echte foto's ook gezien. Hè? Nou, ik heb hem eigenlijk gewoon nagetekend. Als ik het hier nu zie, heb ik eigenlijk misschien te weinig overdreven misschien. Ja, maar dat is echt een karikatuur. Wat waren de moeilijke punten? Nou, ik denk voor zover het op papier kon passen. Dus hier dus de onderkin, zou ik zeggen. De bril is uitstekend. Ja, ik heb in feite dus niks overdreven, dus het was in feite gewoon een teken van een portret, dus voor mij... Oh. Nou, ik geloof dat ik nou maar ga, want dat als dit mijn portret is... Ja. Kan je dat nou hebben, dit, zoiets? Uitstekend, ja. Ik vind dat geweldig. Ja? Ja hoor. Vind je niet vervelend dat hij dat zegt? Nee, je krijgt een ereplaats. Nee. Oh ja, zeker. Ja. Je krijgt hem ook heel mooi ingelijst mee. Nou. Henry Galsman, dankjewel. Dank je. Je gaat hem nu inlijsten. Zeg hartelijk dank. Ik vind het geweldig hoor. Alsjeblieft. Je wordt er niet kwaad om, hè? Nee, ik vind dat juist leuk. Ik heb in het begin van de uitzending een klein verhaaltje verteld over die man die op straat zei, aan meneer Schil. Ja. En dan weet je hoe snel we de radio uitdoen. Ja. Jij kwam nog eens een man tegen op straat en daar wou je eigenlijk niet op ingaan toen hij zei, bent u schildproef? Wat is dat voor een verhaal? Dat is een mooi verhaal. Dat weet ik niet eens meer precies. Hè. Er was iemand die zei, bent u meneer Schildproef? Had je geen zin om daar te zeggen, nee. Oh, ja, daar zat ik in een café. Dat was in de... Hey. Heel toevallig moest ik even lunchen. Ja, maar zal ik dat eens doen? Je gaat een café in. Ik zat, en het was in Beuningen in de Betuwe. Ja. En daar staat een man, een oude man, staat een cognacje te drinken, een vieutje, aan de tapkast. En toen zei hij tegen een andere oude man, verrek, daar zit Kees Schildbrood. Toen kwam die naar me toe, die zegt, ha, die Kees. Ik zeg, ik ben Kees Schildbrood niet. Toen zei hij, nou wees maar blij, want die vent heeft zo'n afschuwelijke dikke hersen, zei hij toen nou. Allerlaatste opmerking in het maken van dit portret is, je vrouw Lien is al genoemd vanavond. Ik wil aan haar vragen, ik weet dat ik Lien mag zeggen. Lien, heb je hem nou een beetje herkend na al die tientallen jaren in dit programma? Ja, is die zo? Hij is echt zo, ja. Het is verbluffend goed en eerlijk allemaal. Ja? Ja? Is het zo of is het erger? Nee. Nee, niet erger. Nee. Het is soms verschrikkelijk geweest, maar... Nee, maar het is echt heel goed. En je blijft bij hem? Ik blijf bij hem. Ja hoor. Ik ga nooit meer. Mazzel, hè? Ja, nou. Dames en heren, de keuze van Koos viel vanavond op een legendarische radio- en televisiemedewerker. En het heerlijke van die man is, hij blijft gewoon doorwerken. Ook al is hij 73. Denk daar maar eens goed over na. Dank u wel voor uw aandacht. Kees, bedankt. Koos, jij ook. Goedenavond. Kijk nou toch eens.